Ontzettend welkom bij het webinar van Associate Vastgoed. We gaan het hebben over SDG 12. We hebben fantastische experts bij ons aan tafel. En ik geef heel graag het woord aan Yvette Watson. Zij is de moderator van dit webinar. Dus zij gaat je meenemen op de introductie en op alle expertise die wij vandaag met jou gaan delen. Het woord aan jou, Yvette. Ja, dankjewel Claudia. En tof dat ik vandaag deze sessie mag hosten. Ja, want SDG 12, daar gaan we het vandaag over hebben. En we hebben een aantal hele leuke experts om tafel, om de digitale tafel vandaag. Maar ja, wat is SDG 12? De wereldbevolking groeit keihard. We zijn nu met 7,5 miljard mensen op aarde. En het aantal zal in 2030 maar liefst 8 miljard zijn. En in 2050 is de verwachting 10 miljard. Dus dat gaat razendsnel. Nu hebben we al 3 planeten nodig om de hoeveelheid mensen te laten leven zoals we dat nu doen met de kwaliteit van het leven. En er moet dus drastisch iets veranderen in de manier waarop we consumeren en produceren. Dus SDG 12, Responsible Consumption and Production. Dat gaat over duurzamer gebruik van grondstoffen. Vooral ook over het in de keten houden van die grondstoffen. Om zo die globale footprint die we hebben, dus dat wat we hier gebruiken wordt ergens anders gefabriceerd, dat we die globale footprint verkleinen. Ja, en dat kunnen we natuurlijk als geen ander goed vertalen naar die circulaire economie. Waar jullie allemaal ook wel van gehoord hebben, de circulaire bouweconomie. En hopelijk zijn jullie natuurlijk vandaag aanwezig om te kijken van, nou, hoe kunnen we daar nou handen en voeten aan gaan geven. Hoe werkt dat nou in relatie tot die bouw- en vastgoedsector? Want dan hebben we het natuurlijk over de productieketen van gebouwen, de bouwconsumptie. En dan gaat het niet alleen maar over de grondstoffen in de keten houden. Het gaat er ook over, misschien wel een stapje daarvoor, in hebben we het überhaupt wel nodig? Hebben we al die vierkante meter, hebben we die wel nodig? Of kunnen we wat er bestaand is nog beter inzetten en kwalitatief hoogwaardiger maken? Dus benut het beschikbare, dat is misschien wel de tweede strategie. Maar ook gebruik het hernieuwbare. Dus dat is biobased materialen, maar ook misschien gerecyclede content. Recyclet noemen we dat tegenwoordig ook wel. We moeten ook zorgen dat de materialen die we gebruiken, dat die minder milieu-impact hebben. En dat we voorwaarden voor langere cycli creëren. Dus hoe kunnen we nou zorgen dat al die materialen in de bouwsector langer meegaan? Hoe kunnen we het vervolgens ook weer in de economie houden na gebruik? Nou, dat zijn zomaar even 6 principes van de circulaire bouweconomie. Maar het gaat natuurlijk niet alleen maar om de producten of om de materialen. Het gaat ook over die integrale benadering, de mindset, de systeemverandering die we nodig hebben om vervolgens dat systeem ook op die manier met elkaar in te richten. En daarin is de vraagzijde misschien ook wel bepalend. En samenwerking in de keten. Nou ja, zomaar even een greep uit wat de connotatie is voor een circulaire bouweconomie. Aan jullie de vraag. Ik hoop dat jullie allemaal in de chat kunnen. Jullie zien een mooi wolkje boven in je scherm. Want we willen deze sessie ook graag een beetje interactief met elkaar hebben. Aan jullie de vraag. Ja, wat hebben we nou nodig om SDG 12 te realiseren in de vastgoedsector? Waar lopen jullie misschien wel tegenaan? De circulaire bouweconomie. Niet zozeer wat is het, maar wat hebben we nodig om dat te realiseren? Om het in de praktijk voor elkaar te boksen met elkaar. Nou, verder vandaag is het doel om je lekker te laten inspireren hoe je aan de slag kunt gaan en hoe we er invulling aan geven. Wij zijn met elkaar van mening, de mensen die hier aan tafel zitten vandaag, dat de bouw- en vastgoedsector de sleutel in handen heeft om de keten de juiste kant op te trekken. 40% van alle grondstoffen van Nederland die zitten in de bouw- en vastgoedsector, in de gebouwde omgeving. Dus mensen, wij zijn aan zet. Aan tafel heb ik vandaag Janneke Leenaert. Zij is duurzaamheidsmanager van Noord-Europa bij Interface. Hi Janneke. Hi, goedemorgen. Fijn om hier te zijn. Een prachtige film van Interface die gelanceerd is, de première in Nederland. En die laat zien dat Interface in de afgelopen 27 jaar van een volledig fossiel-based bedrijf naar eco-positief gegaan, regeneratief. Fantastisch. Ja, het regeneratief is natuurlijk nu het doel voor 2040, maar we zetten daar al hele concrete stappen in het hier en nu. Dus absoluut. Ja, en het was een prachtige avond. En de film, de documentaire is inderdaad heel erg inspirerend voor krachtig leiderschap. En daar gaat het ook vandaag over. Zeker. Nou, ik ga je zo vragen over hoe jullie dat al aanpakken, regeneratief. Want het gaat toch om materialen, dus hoe kan dat in hemelsnaam regeneratief zijn? Daar gaan we het zo over hebben. Verder heb ik aan tafel Jan van der Doelen. Hij is senior sectorbanker van bouw van ING. Nou, jullie kennen hem waarschijnlijk allemaal. Je hebt onnoemelijk veel gesprekken gevoerd met beslissers in de bouw. Om circulariteit ook in het ondernemerschap als een van de 4 strategische pijlers van de bank verder te brengen.
ook vooral op het gebied van natuurlijk inspiratie, maar ook kennis en een circulaire businessmodel, hè Jan? Hè Jan? Je staat op mute tegen Jan. Mute. Oh, je bent gemute Jan. Nee, toch? Ik hoor hem niet. We horen hem niet. Nee, Jan, je bent niet hoorbaar. Misschien kan iemand Jan even helpen dat er ergens een geluids... Nee, het zou gewoon... alles staat open. De microfoon staat open. Ja. Nee, Jan, je bent nog niet hoorbaar. Jeroen Leeuw al wel zeggen, sense of urgent, met een uitroepteken. Dankjewel, Jeroen. Goed dat je je mengt in het gesprek. Maar dan wil ik ook aankondigen, Marijn Emmanuel, dus adviseur duurzaamheid bij Stichting DE Adviseurs. En nou, we kennen hem natuurlijk ook als de man van Madaster en heel lang bij Thomas Rauw gewerkt. Vanuit zijn achtergrond als architect benadert hij circulariteit echt als een ontwerpprobleem. Ja, en ten dienste van die eindgebruikers. Dus we zijn die bakstenen niet aan het stapelen om het stapelen. Maar ja, wat is de waarde dan vervolgens natuurlijk voor die eindgebruikers? En daarin zoekt hij ook echt de balans in schoonheid. Want schoonheid zorgt misschien ook wel dat iets langer meegaat. Kunst gaat heel lang mee. Maar ook de gebruikerswaarde en de technische kwaliteiten van de gebouwde omgeving. Welkom Marijn. Dankjewel. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Gelukkig, wel een geluid. Ja, gelukkig geluid. En nou, als het goed is, schuift ook nog aan, ik weet niet of dat al is gebeurd, Nico Smit, projectdirecteur bij het Rijksvastgoedbedrijf. Natuurlijk een van de grootste vastgoedportefeuilles van Nederland. En die houdt zich vooral bezig met gebieds- en locatieontwikkeling. En ja, zijn motto is, wat procedureel niet kan, toch mogelijk maken. Nou, dat vind ik heldhaftig en broodnodig met die gigantische vastgoedportefeuille waar hij op zit. Dus vooruitlopen en pionieren, dat zijn de dingen die hij doet. En vooral ook zorgen dat er met natuurlijke hulpbronnen gewerkt wordt, biobased. En ook in de beheerssituatie. Hè? Want het Rijksvastgoedbedrijf heeft natuurlijk ook al die panden in beheer. En hoe kunnen we daar nou ook circulaire economie toepassen? Nou, welkom allemaal. Met jullie mag ik het gesprek aan allemaal experts op het gebied van circulaire economie. Dus het is een eer dit gesprek te mogen starten en begeleiden. En verder ook... aan jullie de vraag, mensen in de zaal of in de virtuele zaal. Stel je vragen, pak de verdieping, want je hebt ze nu bij elkaar om je jezelf te laten inspireren. Janneke, mag ik even met jou beginnen? Want ja, welke stappen rondom circulaire economie zijn er nou binnen jouw organisatie gemaakt? En hoe breng je dat nou naar de praktijk? Ja, nou, ik denk dat bij ons begint de circulaire economie uiteraard bij de productopbouw. Ja, dus aan het begin in het hier en nu. En de meest recente stap en innovatie die we daarop hebben gezet is de lancering en op de markt brengen van de innovatie van een biercomposietbekking. Waarbij we dus volledig hebben afscheid genomen van bitumen. Nou, dat is natuurlijk prachtig in het kader van het uitfaseren van fossiel. Dit was nog een grondstof die we nog hadden in onze tapijtrug, waar we afscheid van wilden nemen. Maar deze innovatie en het volledig transformeren van onze fabriek in Scherpenzeel, waar voor Europa de tapijttegels worden gemaakt, betekent dus dat over onze gehele tapijttegelportfolio de biobased recycled content 88% is. Wauw. Ja. Dus als je daarover nadenkt waar we vandaan kwamen, hè, toen we startten met onze reis in 1994, met nagenoeg virgin petrochemisch materiaal, en nu is het in feite nagenoeg omgekeerd. Ja, 88%. Dat is al recyclet, toch? Dat is niet naar de toekomst toe recyclebaar, maar dat is gewoon al gerecyclede content. In het hier en nu is het gemiddelde over het hele portfolio, gemaakt in Scherpenzeel, Europese portfolio, tapijttegels, 88% biobased recycled content. Productopbouw. En dat betekent dus ook dat we producten hebben die over de 90% hebben. 92% biobased recycled content. Hey, en daar... Toekomst toe, nemen jullie de tapijt weer in? Of hoe gaan jullie hiermee om? Ja, dus inderdaad, we werken dus aan die circulaire economie bij de productopbouw in het hier en nu. En ook aan het einde van de levenscyclus, of aan het einde van de gebruikscyclus, hebben we een terugnameprogramma. En wat ik heel erg tof vind, is dat wij echt in het kader van de circulaire hiërarchie ons focussen op hergebruik. Ze hebben ook een partner waarmee we samenwerken. En echt kijken, als er een
als producten als product herbruikbaar zijn, dan gaan we ook dus voor dat volgende leven op een andere plek. Ja. Omdat dat uiteindelijk gewoon een lagere ecologische footprint heeft. Dus inderdaad, zowel aan de voorkant in het nu, en ik ben blij dat je dat aanhaalt, want ja, ik bedoel, uiteindelijk is aan het einde is pas toekomstbelofte, maar in het nu, dus productopbouw, hoge circulariteit, en bij terugname aan het einde van de gebruikscurve. En, maar goed, misschien, ik vind het heel belangrijk om aan te geven, laten we vooral niet vergeten het verlengen van gebruiksduur, het verlengen van tevredenheid van producten. Goed onderhoud is zo waanzinnig van belang en wordt vaak over het hoofd gezien. Misschien omdat het niet sexy wordt bevonden als circulair principe, maar het is echt waanzinnig van belang. Dus als ik dat alleen kan meegeven, dat mensen daar aan denken, dan Ja. Doen jullie ook die klanten actief daarin meenemen? Zeker, absoluut. Lekker gebruik? Ja. Ja, absoluut, absoluut. Tof. Nou, jullie zijn natuurlijk als een gigantische industrie echt een toonaangevend voorbeeld in die transitie naar een circulaire economie. Hebben ook echt we hebben gisteren gezien met de film een mooie experts om je heen verzameld om je ook daarbij te helpen. Jan, jij hebt ook te maken met, volgens mij ben je weer hoorbaar of niet? Ach, nee. Oh Jan. Wat is er aan de hand met je computer? Misschien even uit en in gaan. Ja, misschien helemaal niet praten. Ik ga gewoon allemaal mooie vragen voor je bewaren. Maar dan Marijn, ook vertaald naar de bouw- en vastgoedsector. Als architect werk je er al jaren in. En met Thomas Rauwbeen natuurlijk heb je prachtige projecten neergezet. Waarin ook circulariteit altijd voorop staat. Hoe kunnen we nou dit wat Interface doet. En hoe kunnen we dat nou vertalen naar de bouw- en vastgoedsector? Wat is voor jou daarin belangrijk? Het makkelijkste is, denk ik, gewoon het bruggetje wat Janneke zo mooi aanbood naar die onderhoudssector toe. Je mag nou ook in de gelukkige positie zijn om een aantal onderhoudsbedrijven de kennis aan te dragen met onderhoud en NL bezig te zijn van welke kansen kunnen nou allemaal gemaakt worden. Zodat de mensen van en onderhoudsbedrijven daarmee beter aan de slag kunnen gaan. Want dat is toch gewoon de lange tijd. Hè? We kijken wel eens naar het verleden en we kijken naar de toekomst. Maar we weten ook dat het moment waarin we vandaag leven, dat was ooit een toekomst die men zich gewoon niet kon voorstellen. En zeker in de huidige situatie met de technologie, de pandemie enzovoort enzovoort. Dat heeft niemand zich kunnen voorstellen. Zoals we nu met elkaar werken en op dit moment met elkaar spreken. Dus die toekomst en hoe je dat voorbereidt en hoe je daar nu mee omgaat en die levensduurverlenging van al die mooie gebouwen die we al hebben, dat gewoon zoveel misschien meer aandacht en zoveel meer sexy moet worden misschien om je daarop te richten. Dat is zo belangrijk daarin. Hey, en dan zitten er allemaal mensen uit de bouw- en vastgoedsector hier in deze virtuele zaal. Waarschijnlijk van opdrachtgevende kant tot architect, tot bouwer, tot installateur. Hoe moeten zij nu starten met circulaire principes in hun bedrijfsvoering, in hun operatie te implementeren? Wat moeten ze doen? Volgens mij heb jij een aantal strategieën benoemd ze even. Weet je wel, pik er 1, pik er 2, pik er 3. En ga daar gewoon mee aan de slag, wat ze zeiden. En zelfs al is die eerste stap niet goed, het is een stap de goede richting uit, want je weet welke kant je dan niet uit moet en dan stuur je gewoon bij. Ja. Dus uiteindelijk, de kennis is er en de kennis is er, wordt gedeeld op platformen zoals dit. Ja. Pik iets wat gewoon het makkelijkst voor jou ligt en zorg dat je daar de eerste stappen mee zet. Ja. En als ik dat zeg, dan denk ik ook wel van, we moeten niet proberen om de problemen die er ook zijn en die we ook met z'n allen zien, alleen maar naar de toekomst toe te verschuiven van dat komt dan wel een keer. Want als we nu de makkelijke problemen opgelost hebben, dan zouden we er wel eens tegenaan kunnen lopen dat de moeilijke problemen ineens zoveel moeilijker zijn geworden, omdat ze losgekoppeld zijn van die makkelijke problemen. Om het maar, dus we moeten het integraal blijven bekijken. Is ja, hier, absoluut. Absoluut. Ja. Ja. Ja, en jij werkt natuurlijk nu bij Stichting WE-adviseurs. Die hebben de GPR als meetinstrument. En daar valt ook bijvoorbeeld de circulariteitsprestatiegebouw.
volgens mij een heel handig middel om, nou, die verschillende strategieën die ik net noemde, die vallen daar allemaal in. Om eens te gaan kijken, inderdaad, pak er één of twee uit, bekijk die circulariteitsprestatiegebouw en ga daarmee experimenteren, ga gewoon doen. Dat is denk ik ook de oproep. Ja, absoluut. En soms is het inderdaad handig dat je van die instrumenten hebt en dat je inderdaad kan sturen op cijfers. Maar waar wij, nou ja, zelfs bij WE of misschien juist bij WE, het telkens tegen aanlopen, is dat die cijfers uiteindelijk het doel worden. Weet je wel, dat je gewoon net dat hogere cijfertje of net die lagere MKI of MTG wil. Dat is als we kijken naar de hele levenscyclus van een materiaal, van een product, dat we ook dat het gemaakt is, dat de grondstoffen gevonden zijn, hoe het gefabriceerd is, alle transport die ermee gemoeid is, dat zit er allemaal in versleuteld. Dat is de milieukostenindicator. Maar op het moment dat je de vraagzijde ook kan beïnvloeden, dan denk ik dat je gewoon veel meer impact gaat maken als telkens maar kleinere stukjes, betere MKI's, een betere MPG van je gebouwen probeert te doen. Ja. Want uiteindelijk met die kleine stapjes, we weten ook wat de urgentie is. Weet je wat Jeroen leest uit, de sense of urgency, weet je wel, die is er denk ik bij heel veel mensen. Die zou er misschien wat meer moeten komen bij anderen. Maar de urgentie vraagt ook wel om snellere stappen als incrementeel stukje bij... Ja, nou, Jeroen zegt ook in de chat, die zegt, is dat niet te vrijblijvend, wat we hier nu zeggen? Ja. Dat is een leuk vraagstuk. Absoluut, maar dat hebben we ook wel eens in gesprek met het ministerie of RVO en de... zeg maar, het rapport van het planbureau van de leefomgeving zegt dat natuurlijk ook. We hebben een heel veel circulaire feestjes met elkaar. Alleen als je gaat kijken waar we nou staan ten opzichte van 5-6 jaar geleden. Nog steeds die 8,6% circulaire wereldwijd. Dus we doen het goed, ik noem het maar even in dit soort chemia, want er is heel veel enthousiasme en er is ook heel veel kennis ontwikkeld. Ja, mooi. Alleen de resultaten boeken... Ja. Daar kan best wel, zeg maar, verplichting en wetgeving uiteindelijk, zeg maar, voor nodig zijn, weet je wel. De markt, en dat hoor ik ook telkens, doet gewoon wat er gevraagd en geëist wordt. Dus... Ja. Jan, hoe kijk jij hier tegenaan? Ook vanuit al die ondernemers, vanuit de bouwsector waar je werkt? Oh, je bent nog steeds niet verstaanbaar. In het begin wel, we hebben nog zo even gekletst in het begin. Dus wat is daar nou gebeurd? Hey, en ondertussen is ook Nico Smit, zo kennen we allemaal Jan. Yvette, ik gaf al de suggestie, misschien kan Jan Claudia bellen en dan over de speaker van Claudia. Nou, laten we alles in het werk stellen, want ik wil Jan voor het einde van deze aflevering natuurlijk nog wel even horen. En dan mag hij de recap doen als het tussendoor niet goed is. Nico, welkom. Fijn dat je aangesloten bent. Oh. Ja, je bent er weer hoor. Ja, ik dacht ook heel even dat ik Jan hoorde, maar daarna hoorde ik hem weer even niet. Via Claudia nu. Nico. Slecht idee. Dat is Nico. Ja. Nico, ik heb je al even geïntroduceerd. Rijksvastgoedbedrijf, een enorme grote portefeuille heb je eigenlijk onder je, in je beheer, waar je van alles kan doen. Wat zijn voor jou nou mooie projecten waar echt circulaire bouweconomie goed tot z'n recht komt, goed zichtbaar is? Nou, om te beginnen, zeg maar, inderdaad voelden we onze verantwoordelijkheid als grote partijen in de vastgoedmarkt. En dat heeft ook geleid tot, zeg maar, ja, een omschakeling van doelen, andere doelen neerzetten. We hebben een periode gehad als bedrijf dat je eigenlijk achter de feiten aanholde, omdat er werd wel beleid gemaakt, maar je moest het wettelijk uitvragen. Op dit moment zijn we echt stappen aan het maken om daar vooruit te gaan. Een soort vooruitstrevend beleid te kunnen gaan maken. Daar is ook veel personeel op aangenomen de laatste periode. Ja. Dat heeft geleid tot verschillende ambassadeurs, maar die ook met circulair bouwen bezig zijn. En waar we vooral naar kijken is natuurlijk meekoppelkansen, zeg maar, die zich nu voor gaat doen. Dus we benaderen eigenlijk van, ja, als je gaat klimmen op de ladder, zorgen we wel dat die goed staat. Dus we beginnen bij de eerste sport. En dat betekent, waar hebben we invloed uit en waar hebben we invloed op en wat kunnen we doen?
En dan op weg naar de doelen zoals we die kennen in 2030. Zoveel mogelijk 50% energie neutraal. En dat moet in 2050 leiden tot echt een CO2-reductie. Die bijna op 100% ligt in de bouwen. Tot ook het hele volledig energie neutraal. Wat doe je daarvoor? Ja, testen. Maar laten we even de energie-neutrale doelstelling links liggen. Ja, die gooien we weg. Maar het gaat nu even vandaag over circulaire economie. Wat doen jullie concreet daarmee bij het Rijksvastgoed? Precies. Maar als je niet een anker vooruit werpt, dan kan je er ook niet naartoe trekken. Hè? Dat is eigenlijk even het beeld. En dat is gebeurd. Wat doen wij? Nou, we testen. We hebben bijvoorbeeld onlangs in de markt uitgedaagd op een kantoor vol afval. Dus hoe kan je op een gegeven moment, we hebben wat panden van voormalige defensieterreinen die in een in-between situatie zitten tussen de ontwikkeling tot woningbouwlocatie en die je nu prachtig kan benutten om te testen en tegelijkertijd een soort definitieve invulling van kantoor te geven. Daar testen we op. Daar testen we op gebied van circulair. Er zijn een aantal kantoorpanden ontwikkeld volledig circulair met materialen van elders. Ja, want hoe doen jullie volledig circulair? Wat is dat dan? Hoe meet je dat? Nou, dat is dat het materiaal wat er nu zit, wordt hergebruikt. En we halen materiaal elders, wat geschikt is om toe te passen in het gebouw. Dus dat is volledig circulair. Dus het schept absoluut nieuwe grondstof. Als het gaat om de vastgoed. De installatie, dat is een andere discussie. Oké. Okay. Ja, ja. En we hebben nog geen recyclede pijpen en muizen kunnen toepassen. Dat is wat ingewikkelder. En zo ga je wel opbouwen om naar dat circulair toe te komen in de volledigheid. Dus wat kunnen we doen? Doen we. Dat is vooral de hele bouw, de hele schil van het gebouw plus de afwerking. De installatie is een andere discussie, maar die is wel helemaal dus op nul op de meter. Die is volledig efficiënt met gras, vegetatiedaken. We testen wat de toepasbaarheid is elders. En zo is dat in Valkenburg dat kantoor vol afval. We hebben eerder circulaire panden daarin gebouwd. Die zijn ook volledig in gebruik nu. We zijn bezig met bedrijven. Heeft er daar nou last van? Dat het helemaal circulair is? Nu het circulair is niet. Maar in de tussenliggende tijd de match op materialen. Het logistieke proces. Het logistieke proces is anders. Je krijgt voorraadvorming. Je moet ook het juiste materiaal op kunnen halen. De match in tijd moet op het juiste moment zijn. Dat zijn wel echt zaken waar je echt goed in moet zorgen. We gaan het zo hebben over de obstakels. En dus dan kom ik hier graag nog even op terug. Maar nog even een laatste vraag. Hou je vroeg waar we last van hebben. Ja, dat snap ik. Gaan we zo op terugkomen. Jullie hebben ook een grondstofmakelaar nu als positie binnen het Rijksvastgoedbedrijf. Hè? Wat doet deze persoon nou? Nou, die is in kaart aan het brengen wat wij op dit moment aan materiaal gebruiken hebben in de panden. Nou, dat is natuurlijk best wel veel, want er is iets van 12 miljoen vierkante meter wat het Rijk ongeveer in bezit heeft. We gaan natuurlijk kijken waar de grootste stap is te maken. Dat is vooral de kantoren, ook een hele kantorenkaart. Daar zit die materiaalbal in om te kunnen zorgen wat hebben we. Wat is er? Wat kunnen we hergebruiken elders? Wat zijn de mogelijkheden om dat in een match te brengen, al dan niet met andere partijen, als wij overgaan tot sloop of het uitnemen van kantoren uit de portefeuille. Dus vooral wordt daar gekeken naar van wat hebben we en wat kunnen we hergebruiken. Dat we ook goed vastleggen en dat kunnen inbrengen. En dat een soort materialenpaspoort zou je kunnen zeggen, inclusief natuurlijk. Want we praten over vastgoed, maar de omgeving hoort er ook bij. Daar hebben we ook ervaring mee opgedaan. Ja, en daar is vooral de factor tijd ook interessant. Maar ook dat soort materialen worden meegenomen om te kijken van, wat betekent dat op termijn? Zodat je in ieder geval kan komen tot een keten waar, of we die helemaal kunnen sluiten, dat zal in de toekomst gesloten liggen. Maar dat is wel de bedoeling om zoveel mogelijk naar een sluiting toe te gaan. Precies. En maar er zit nog wel een hoop ontwikkeling in hoor. En dat is waar we nu op die eerste trede, tweede trede gaan staan. En daar er is ook in geïnvesteerd in verschillende mensen die op verandering van personeel, om dat ook mogelijk te kunnen maken. Ja, ja. Heel mooi wat jullie doen. Tof. Ja, Jan, en ik nodig ook uit om te laten kijken naar die gebouwen. Kan je het ook gewoon zien dat het is gebeurd. En het proces van kantoor vol afval. Ja. Laten we dat organiseren met Claudia, toch Claudia? Absoluut. Zodra dat kan. Worden jullie allemaal uitgenodigd. Jan, kan je er al in komen?
Oh nee, joh. Nee. Dat lukt niet. Nou. Ja. Jammer. Helaas. Nee, nog steeds niet. Nee. Oké, okay, nou, dan... Ik wil een vraag stellen aan Nico nog. Ja, yes, zeker. Okay. Wat hij net benoemde. Nico, eigenlijk heb je het dus over urban mining in je eigen vastgoedportfolio. Hoor ik dat goed? Ja, primair wel. Want ja, daar zijn we dan, daar kunnen we ook een beheersbaarheid op zetten. En komt dat omdat je dan wel je vastgoed dat je aan het krimpen bent? Of is het zo dat je dingen overplaatst en dat je op andere plekken op zoek gaat naar materiaal van buiten of van producten die een hoog recycled content hebben bijvoorbeeld? Nou, in deze fase is het vooral nog het leren, het doen, het ervaren van wat dat met zich mee gaat brengen. Er zijn natuurlijk objecten, er is een EMA-kantoor ontwikkeld. Als we dat in een circulaire setting neer hadden kunnen zetten, dan was het nog niet gerealiseerd geweest, bij wijze van spreken. Dus je zit nu in de situatie, waar kan dat? Waar kunnen we dat testen? Wat lopen we dan op en wat betekent dat? Nou, dat is primair wat er nu gaande is. Kennisopbouw, kennis vergaren, materialisatie, inzicht krijgen erin, om te kunnen zorgen dat je daar ook actief, zeg maar, in de komende jaren daar gebruik van kan maken. Dat is nu de setting. Het volledig inzetten van circulariteit in al zijn facetten op kantoren, dat ligt best wel ingewikkeld. Dat geef ik gewoon uit en toe. En dat merken we natuurlijk ook als we dadelijk met de obstakels aan de gang gaan. Want het moet altijd een soort perfect match zijn. En de materialen moeten ook beschikbaar zijn. En dat betekent dat je in de keten je rol ook moet kunnen innemen. En dat betekent ook dat de keten daarin moet van kunnen faciliteren. Nou, dat is een ander aspect wat we natuurlijk ook uitdrukkelijk doen. Bijvoorbeeld via de bouwcampus, waar we partijen uitnodigen en samenbrengen. Maar ook direct met leveranciers. Wat is de bouwcampus voor de luisteraars? Bouwcampus is een initiatief van Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, marktpartijen. En ik meen een aantal brancheorganisaties. Om juist heel direct ervaringen met het bouwen in de breedste zin, dus ook infrastructuur. In de verhouding markt-overheid, om dat te kunnen matchen. Leveranciers, tenderconstructies beproeven en toetsen. Want het is niet alleen zeg maar, het materiaal wat belangrijk is, het is ook een match in samenwerking. Je hebt elkaar echt nodig en je moet elkaar kunnen vasthouden op momenten dat het spannend wordt en daar ook ruimte op kunnen geven, zeker in deze tijd, als je aan het testen pionieren bent. Ja, die ervaringen delen we daar, onder andere. Dat bereik je niet in je eentje natuurlijk. Hoe, los van de bouwcampus, in de projecten, hoe borgen jullie nou dat er echt een goede samenwerking tot stand komt in die hele bouwketen? Hoe gaan jullie daarmee om? Welke vragen stellen jullie als opdrachtgever op dat vlak? Dat zit op verschillende niveaus. Langs diverse niveaus willen we daar natuurlijk partijen bij elkaar brengen. Dat gebeurt vanaf politiek vanuit beleid en de verantwoordelijken die daar op dat moment bezig zijn. Dat gebeurt zeg maar op niveau van directies om faciliteren dat er partijen zeg maar ook kunnen gaan samenwerken met elkaar. En dat gebeurt vooral natuurlijk operationeel in inkoopprocessen, in tenderconstructies waar je veel meer met de markt in dialoog gaat van wat gaat nou helpen zodat iemand een aanvraag of een invulling ook kan geven aan zo'n uitvraag. En wat gaat daarbij helpen? En dat betekent dat je tot andere constructies overgaat. Dus je gaat dan vragen op kwaliteit in plaats van alleen prijs. Gericht op onderdelen of op productspecificaties. Daar zijn we in leren. Dat is natuurlijk nog niet net zoals de markt volgen. Ik hoorde iets van 8% is geloof ik wereldwijd. Want ik miste wel een deel. Maar we zijn er bij lange na niet. Hè? Ik bedoel, toen de eerste hybride wagen was, is het autopark ook niet met 10 jaar veranderd. Daar zijn we nog in een grote transitie bezig. Maar durven te doen. Hè? Dat is nu op dit moment belang. Om die keten in de breedte, maar ook met voorbeelden, om dat goed te illustreren. Nou, dat is bij ons van strategie tot van beleid, strategie tot en met operatie. Ja, heb ik daar wel vertrouwen in dat daar nu echt in alle geledingen zeg maar mensen zitten die dat ook proces kunnen beetpakken. Marijn, wil je graag spreken? Ik was even benieuwd. In al die contacten die jullie hebben, zie je de markt nou echt ook veranderen daarin?
Ja, de markt wil zeker veranderen. Want ik bedoel, dat is ook voor hun een levenslijn, zeg maar, om in stand te houden. Ik bedoel, kijk, het verschil wordt natuurlijk voor een deel gemaakt, zeg maar, door de intenties die en de intrinsieke motivatie die partijen zelf hebben, maar ook kunnen maken in de markt. Hè. Je moet het ook maar kunnen. Het betekent ook aan onze kant dat je goed moet gaan kijken wat betekent dat natuurlijk in kosteneffectiviteit. Want experimenteren, ja, dat moet je wel heel bewust en goed kunnen doen om te zorgen dat je niet daar maar uit de pas gaat lopen. En tegelijkertijd, ja, zijn er natuurlijk alle, ik bedoel, in de bouw denk ik dat je een bibliotheek kan volzetten met allemaal normen en vastgelegde uitgangspunten. Die zijn er lang niet op orde om dat allemaal te kunnen managen, zeg maar, wat er nu plaatsvindt. Denk aan de bouw- en woningtoezichten, denk aan de gereden instanties die controles moeten doen. Dus het zit vooral nog in een pionier en een status. Want wat we in ieder geval niet willen is natuurlijk dat mensen door een vloer zakken of anderszins. En je ziet dat af en toe nog wel eens gebeuren, omdat er dan toch... Ja, dat zouden wel hele dure leereffecten zijn. Ja, of ja. Keuzes die misschien niet zo gunstig waren. Dat is altijd heel ingewikkeld. Maar dat is wat je natuurlijk wil voorkomen. Maar ja, het is ook... het is ook testen. Ja. Maar dat is wel duur testen. Ja, snap ik. En Ron van den Bloos die zegt nou, ten eerste een boeiend gesprek. Maar hij vraagt zich ook af wat nou die rol is van de capital flows, van de geldstromen eigenlijk. Met name achterliggende pensioenfondsen en verzekeraars, die ook een rol spelen natuurlijk in de vraag en wat ze toelaten. Maar ook natuurlijk erbij, ja, hoe kunnen we nou die waarde duiden? Dus in taxaties en wat meer lange termijn modellen. En hij zegt daarna ook, ja, waar zien we de verschuiving in dat eigendomsvraagstuk van de assets? Marijn, zou jij hier iets kunnen zeggen? Ja, bij gebrek volgens mij aan de perfecte bijdrage van Jan op dit onderwerp. Mijn insteek, dat was ook een klein beetje richting die SDG 12, die over verantwoorde consumptie en productie natuurlijk gaat, is dat volgens mij de kern ligt in die verantwoorde consumptie en de vraag stellen en ook zeg maar de vraag stellen vanuit de beleggers en de investeerders daarin als noem het maar even de afnemers ook van het vastgoed naast de daadwerkelijke gebruikers als daar de behoefte zeg maar niet aan gaat veranderen van wat ze nou zeg maar willen en wat ze nou uitwerken of wat wij willen als gebruiker en als uiteindelijk ook degene die zeg maar de geldstroom openzet richting pensioenfondsen en anderen door ons werkbare leven. Mm-hmm. Ja, als dat gewoon niet mee gaat veranderen, maar achterblijft, dan kunnen we de meest topproducten zoals Janneke die maakt wel hebben. Maar uiteindelijk wordt het een hele lastige, denk ik, om die circulaire economie te gaan bereiken. Ja. Dus de key zit in die vraag. Sorry? Het gaat dus niet alleen om productinnovatie? Nee, het gaat zeker om zeg maar, consumptie en de vraag, de behoeftestelling. Als wij onze behoeftes niet anders gaan inrichten en we steeds meer willen, dan gaan we niet van dat model afkomen dat we steeds zeg maar, naar meer groei. Dus dat stoppen van die behoefte of het veranderen van die behoefte. Maar dat is natuurlijk een hele lastige, want dat gebeurt meer op zeg maar, de culturele schalen als ja. op de technische schaal. Ja, absoluut. Ja. Jan, wil jij het nog één keer proberen? Nee, oké. Okay. Nou, laat ik er nog eentje ingooien, want we hebben natuurlijk vaak kijken we naar circulariteit, ook naar hoe nieuwe gebouwen worden neergezet op grootschalige renovaties. En de DGWC heeft bijvoorbeeld net doorgerekend dat sloop wel 200 tot 400 ton CO2 per vierkante meter met zich meebrengt. En eigenlijk dus als we gaan slopen om vervolgens prachtige nieuwe duurzame gebouwen neer te zetten, dan... gaan we een soort van reversed Parijs, dan gaan we eerder richting Denemarken dan naar Parijs, zeg maar. Dus het is echt een probleem. We moeten ook met die bestaande voorraad aan de slag. Doe je Denen wel tekort? Nee, ik ben in Denemarken geboren, dus ik hou van Denemarken. Maar, nou, het was, doe jezelf tekort. De andere kant op van Parijs, zeg maar. Maar volgens mij is het een hele mooie event die je aanhaalt, is dat juist inderdaad als er sprake is van een goede structuur, een goede fundament, hè, want daar is vaak natuurlijk beton, staal mee gepaard. Daar is heel veel CO2 in gestopt om dat überhaupt te maken. Als die
dat goed is, dat je dat beter kan laten staan, omdat je daarmee heel veel CO2-impact bespaart. Dus dat is wat je heel mooi aanhaalt, dat klopt. En ik denk dat dat een goede eye-opener is, omdat mensen vaak denken van, ik wil nieuw, ik wil net nul op de meter, ik ga een super efficiënt net zero gebouw neerzetten. Maar vergeten dan dat die materiaalgebonden CO2-impact er is. Absoluut. Dus dat is een hele mooie en belangrijke die je aanhaalt. Ja, top. En laten we even bij jou nog blijven, want jullie hebben natuurlijk continu aan het werk om die productinnovatie, om die circulaire producten neer te zetten, regeneratief zelfs. Ik hoor bijvoorbeeld nog best wel vaak in de markt, een circulaire variant van mijn product, dat bestaat niet, dat kan niet. Bij ons ligt dat complexer en dat gaat gewoon niet. Hoe kijk jij daar tegenaan als een bedrijf die continu wel dat experiment opzoekt en die vernieuwing en die innovatie? Ja. Nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat als, en dat kun je bijvoorbeeld in die documentaire Beyond Zero zien, als wij het kunnen, we begonnen in 1994 met tapijtegels die nagenoeg opgebouwd waren uit virgin petrochemisch materiaal, waarbij het dan nu lukt om een gemiddeld percentage biobased recycled content te hebben van 88%, dan kan iedereen het. He, dus het vraagt dat leiderschap, het vraagt dat moed, het vraagt doorzettingsvermogen. Dit is natuurlijk niet over één nacht ijs gegaan. We hebben samengewerkt met onze leveranciers. We hebben gezegd, dit is onze missie. Wij willen geen negatieve impact hebben. Dat was de eerste missie. Dus we hebben bijvoorbeeld naar het garen gekeken. We hebben onze leveranciers uitgedaagd om die gerecycled content te verhogen. Nou, dat was in het begin lastig. Dat werd 15, dat werd 30, dat werd steeds meer. Nu is er garen met 100% gerecycled content. Wordt gebruikt door de hele industrie, ook in de textiel, hè, in kleding. Dus dat is dan ook dat rimpel-effect. Ten aanzien van die nieuwe biocomposietbekking. Daar is mee begonnen in 2013. Daar zit natuurlijk heel veel dedication in. Heel veel innovatiewerk, heel veel beproeven. Maar ook uiteindelijk iets op de markt brengen en dus niet te lang door blijven innoveren, maar als het kan en als het klopt. Ik geloof dat uiteindelijk de eerste versies zijn in 2015 naar de markt gebracht. En daar zijn klanten geweest die zeggen, ja, dit willen wij, dit vinden wij belangrijk, wij ondersteunen dit. Tot nu dan die hele ombouw van de fabriek in Scherpenzeel, geen bitumen meer. Ja, dus ik denk, en ik vind eerlijk gezegd, in mei van dit jaar hadden we de laatste bitumenvrachtwagen na meer dan 60 jaar. Daar krijgen we nu weer kippenvel van. We hebben ook foto's van. Ja, ik vind dat, zeg maar, metaforisch voor waar eigenlijk de hele maatschappij voor staat. Die laatste vrachtwagen. En nogmaals, we hebben nog wat virgin petrochemische grondstoffen voor tapijtegels uit weg te werken. Ja. Maar ja, met dat gemiddelde 88% biobased recycled, we zijn heel ver, hè? Ja. Als wij het kunnen, dan kan eigenlijk iedereen het, zou ik bijna zeggen. En dat zeg je, en ik geloof het. Maar ik hoor toch ook wel snel dat er gezegd wordt, jullie hebben daar, dat is een ongelooflijke investering geweest. Ik bedoel, hoe dan? Je bent een beursgenoteerd bedrijf. Hoe kun je zorgen dat die missie, dat leiderschap, maar ook die missie zo sterk en dat hele bedrijf doorklinkt? Wat hebben jullie gedaan? Wat is een tip van jou aan andere bouwbedrijven om gewoon hiermee aan de slag te gaan, om dit te gaan realiseren? Ja, nou, ik denk, uiteindelijk zie je dat, eerst hadden we dus vanaf 1994 zijn we begonnen met Mission Zero, die successen hebben we gevierd in 2019. Nu hebben we dan Climate Takeback, omkeren van de opwarming van de aarde, met als doel om een klimaatpositieve onderneming te zijn in 2040. En omdat dat in onze missie zit en we daar zo transparant en open mee naar buiten zijn, alle energie gaat daar naartoe. Kijk, onze R&D, het nagenoeg alles wat zij doen, is bezig zijn om die missie te verwezenlijken. Dus het grootste doel, ik bedoel, we gaan de klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis, gaan we niet meer incrementeel oplossen. Ik bedoel, we hebben transformatie nodig. Dus dat is één. Grootste doel in je missie en je aan committeren als leiderschap. Samenwerken met leveranciers en klanten. Transparantie, hele belangrijke. Naast walk the talk, hè, wat we doen, maar ook transparantie. Alle claims die wij maken, dus bijvoorbeeld in de environmental product declarations, daar zijn we echt een driver van. Waar is een
fabrikant verantwoordelijk voor. Hè? In ieder geval de scope cradle to gate, dat heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld die CO2-impact, maar ook gerecycled biobased content, kan geverifieerd worden. Dat laten wij ook onafhankelijk verifiëren, om uiteindelijk de markt, de klanten, bewuste keuzes te kunnen laten maken. Ja. Omdat het onafhankelijke data zijn. Ja. En ja, daar zijn we echt een driver van die transparantie. Alle andere ecometrics over onze CO2-reductie van producten, broeikasgas, laten we allemaal onafhankelijk verifiëren. Ja. Dus dat is ook een hele belangrijke. Ja, heel mooi. Ja, nou ja, goed gezegd. En word ik daar... Jan? Nee. Helaas. Ik ben eigenlijk nog wel, als ik eentje Yvette mag aanhaken, zowel voor Marijn en Nico, de rol van inkoop is, het credo een betere wereld begint bij een betere uitvraag. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, klopt. Het is helemaal in lijn, denk ik, met wat ik zeg, en dat zal Nico misschien ook in zijn organisatie aan. Weet je, als je die uitvraag is uiteindelijk de reflectie van de behoefte die je zelf hebt geformuleerd. Dus als je je behoefte verandert en je houding daarin, dan ga je ook andere vragen stellen. En daar begint het. Ja, ik noemde het net al. Het is, we hebben natuurlijk allemaal beelden van inkopers en dergelijke. Maar inderdaad, wil je natuurlijk wat bereiken, ja, dan zal je niet elke keer uit hetzelfde vaatje moeten tappen. Dan zal je daar ook moeten gaan organiseren en in innoveren. Dus er zijn inderdaad, en het gebeurt natuurlijk een goed overleg waar dat ook kan en met welke projecten dat ook past, zijn er natuurlijk vele uitdagingen ook aan de inkoop op een andere manier. En we hebben daar natuurlijk ook heel veel reflectie op gekregen op de wijze, zeg maar, hoe het Rijk, zeg maar, qua transparantie en op welke wijze ze ook producten, projecten uitvragen. Ja, dat kan je natuurlijk als ellende ervaren, maar je kan er ook een kans van maken om je daarop, zeg maar, te organiseren. Nou, dat is de afgelopen jaren gebeurd en er is volgens mij veel meer een andere dynamiek gekomen, ook in inkoop, maar ook in uitvragen naar de markt toe. En je ziet nu ook natuurlijk weer een reactie van de markt op grote risico's die men neemt, om dat toch wat beter te kunnen beheersen. Daar zullen we ook weer mee moeten gaan om die vragen natuurlijk, wie kan welke risico's aan? En dat zal je in je uitvraag ook natuurlijk mee moeten nemen. Dus dat is een continu proces, zeg maar, van toetsen, testen. Dat is ook een van die zaken die in die bouwcampus met de verschillende leveranciers, maar ook partijen, zeg maar, die inschrijven op, voor nieuwe kantoren, et cetera. Die consortia met elkaar vormen. Om daarvan te leren en te zien van, dat je niet overvraagt in het tempo, maar wel uitdaagt om toch tot versnelling te komen. Wat eigenlijk Janneke ook aangeeft voor het product vanuit de tapijtindustrie. Maar dat zie je natuurlijk ook in meubilair of kantoormeubilair. Zie je ontwikkelingen erin. Wanden van recycled materiaal, zeg maar, die je kan toepassen, zeg maar, als scheidingswanden. Ja, en zo kan je natuurlijk gaan plussen om tot een veelbetekenende invulling komen van circulair materiaalgebruik. Ja. Dus je zou er ook voor moeten openstellen, want anders dan wordt het ingewikkeld. Ja, en Nico, je maakt eigenlijk een heel mooi bruggetje van ook een beetje naar de toekomst, de ontwikkeling die we nodig hebben. Je hebt echt een aantal prachtige praktijkvoorbeelden. Wat kunnen we daar nou van leren? Wat zijn nou de do's en don'ts van wat jullie nu naar de praktijk hebben gebracht? Nou, vooral van wat betekent het voor je procesvoering? Dus wat je in inzicht krijgt in de logistieke keten. Als je dus materiaal of een elders vandaan wil halen, dus natuurlijk voor leveranciers is dat op hun product is dat natuurlijk het meest efficiënt, pakken ze dat op. Op het moment dat je zelf dat circulair gaat toepassen, dan zal je daar zelf ook goed grip op moeten krijgen. Dan wel een samenwerkingsvorm moeten hebben met je leverancier, dat die ook in de juiste tijd, met de juiste match, ook de materialen kan halen. Dus hoe betekent dat je misschien veel vroeger in de keten je open moet stellen, zodat er materialen ook aangeleverd kan worden of gegroepeerd kan worden om te zorgen dat het kan worden ingebracht. Ja. Nou, dat is voor bedrijven ook, kan dat interessant zijn, want die kunnen daar weer het verschil voor maken, zeg maar, als zij in staat zijn om dat op een goede manier te kunnen realiseren. Dat betekent ook dat je je uitvragen daarop moet laten matchen. Dus het durven, maar het ook het inzicht hebben. Dat betekent, we leren er ook natuurlijk heel veel van.
in alle geledingen. Hadden jullie dat ook bij ergens, de geleerde lessen of zo? Deden jullie dat op een bepaalde wijze? Nou ja, ik zit hier. Een collega die zit in Cirkelstad. We hebben een uitgedragen, in de RAI onlangs. De Provada proberen we dat te doen. En in diverse gewoon praktijksessies. Ja, waar het hoort, dus op productniveau, in alle geledingen. Ja. Ja, ja, mooi. Ja, en op de chat is er ook van alles gaande. Want de vraag gesteld, ja, is er een rol voor bouw in Nederland en techniek NL? Nou, Jan die is ontzettend lekker bezig op de chat. Dus ik zal even vertellen wat hij daar te zeggen heeft. Hij zegt absoluut, Jeroen. En ook voor de overheid op het gebied van wet en regelgeving. En ook vooral het slim gebruik van de wortel en de stok, hè. Die dus bouw in Nederland en techniek NL... wortel en stok betekent dan, een wortel is natuurlijk iets lekkers. Dan geef je de wortel. Mm-hmm. Hoe kan je mensen of organisaties verleiden tot die circulaire bouweconomie? En de stok, ja, wat de overheid kan doen, de achterblijvers van, ja, de wet en regelgeving, dat vertegenwoordigt toch, ja, daar moet je minimaal aan voldoen. Maar liever die wortel uit te dagen. Ik zou er nog wel misschien één aan toevoegen. En dat is volgens mij Interface wel een heel goed voorbeeld van. Mm-hmm. Dat je, als je niet met de juiste visie ook het juiste leiderschap daarin in hebt. Zodat je standvastig bent over die 30 jaar om te komen waar je nu bent. Sowieso om die stip op de horizon te zetten en de mensen mee te nemen. En iedereen, zeg maar jezelf als organisatie, maar ook de klanten waar je voor werkt. Om die mee te nemen in die visie. Weet je wel, dan wordt alleen het verhaal van wortel en stok wordt ook een lastige. Ja, ja, dat is. En ik denk dat dat heel goed is gegaan bij sommige bedrijven. Ja, ja, mooi. En Marijn, we hebben dus al best wel wat mooie circulaire voorbeelden in de bouweconomie. Maar het is allemaal wel geïsoleerd. Het zijn echt losse projecten allemaal. Wat is er nou nodig om die schaal te vergroten, om echt op te schalen met elkaar? Wat er allemaal voor nodig is, wat we willen zeggen, van we zijn kampioen in pilotprojecten, weet je, een pilotproject voor dit. En we willen ook graag altijd met al die kleine dingetjes weer voorop lopen. Als er iets is aangetoond, dan wil je heel snel verder en dingen. En we moeten echt, en dat is zeker de grotere dingen, van die pilots naar de projecten gaan. Weet je wel, gewoon wat je hebt geleerd, ga dat nou eens een keer in plaats van dan in dat ene gebouwtje, in 1000 gebouwen of in 10.000 gebouwen of wat dan ook, wat voor schaal je daarvoor kiest. Maar ga gewoon opschalen met datgene wat we al kunnen doen. Want we kunnen al veel en vaak nog niet genoeg, maar alleen maar die schaal zal, zeg maar, de volgende stap sneller mogelijk maken, denk ik. Ja, ja, mooi gezegd. Toch even kijken. Ons land staat bol natuurlijk van verregaand uitgewerkte regelgeving rondom producten. Neem alleen al alle betonnormen en dergelijke. Misschien een verkeerd voorbeeld, maar dat geldt voor staal. Dat geldt voor allerlei zaken, is dat natuurlijk heel erg geregeld. Wil je daar natuurlijk verandering in brengen, dan zal je ook, ook op die punten heel duidelijk met elkaar moeten gaan experimenteren en gaan vastleggen en valideren dat producten die je nu maakt, dat die ook wel kloppen en passen. Ja. Zeker als je dat natuurlijk in een life cycle benadering doet, want anders is die life cycle zo kort. Ja, ja. Nou, sowieso. Dat betekent echt dat je over de volle breedte, ja, dat moet gestimuleerd worden, daar moeten voorbeelden in zijn, dat moet gaan helpen. Daar moeten mensen koploper in willen zijn. En dat naar voren brengen. Ik denk ook deel van de missie. Niet alleen naar achter blijven kijken waarom het verkeerd is gegaan. Maar hoe kunnen we het dan beter doen. En daar ook veel meer aandacht aan kunnen geven. Dus communicatie op dat punt. Maar ook in de volle breedte daarin het besef ontwikkelen. Denk ik dat wel heel belangrijk is. We kunnen ons niet wentelen in van. Als jullie nu dit doen, dan doen wij wel dat. Want daar gaat het niet mee verder komen. Ja, ja. Nee. Ron van Bloos is ook minder wetgeving en meer flexibiliteit waarderen als belangrijk aspect. En Jeroen Leeuw zegt geld op wet, dat ook natuurlijk twee grote drijvers zijn die dat kunnen stimuleren. En Jan van der Doelen die zegt vooral behoefte aan risicodragend vermogen. Dus onze rol zou ook het bijeenbrengen zijn van partijen die hierin willen versnellen. En dus met elkaar die keten kunnen bouwen. Ja. En ik denk ook over die wet en regelgeving. Weet je, als we ons bestaand vastgoed gewoon veel, ik noem maar even, adaptiever willen kunnen gaan inzetten. En daarmee ook die levensduur en het gebruik van al die
ook gedaan investeringen willen verbeteren, ja, dan zal je ook zeg maar in die wet en regelgeving denk ik flexibeler moeten gaan optreden. Dat gewoon dingen mogelijk maken in plaats van onmogelijk maken. Ja. En hoe spelen circulaire businessmodellen daar een rol in? Ja, Jan, ik zou niets liever willen dan jou nu voortreden. Onmogelijk. Misschien wil jij er iets over in de chat zetten. Dan kan ik dat zo nog ten toneel brengen, Jan. En misschien kunnen de anderen daarop reageren. Welke rol spelen circulaire businessmodellen daarin? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Kijk, ze moeten voor een deel ook ontwikkeld worden. Het is nu zeg maar een soort elementen die je gaat stapelen om te kijken van klopt het in zijn totaliteit. Dus dat zijn testen die we de komende jaren actiever met elkaar zouden moeten gaan doen. Ja, en dat is de drijfveren zoals Janneke die net noemde. Die zijn natuurlijk het belangrijkste. Dat partijen dat niet alleen maar denken te moeten gaan doen, maar ook voelen dat het moeten gaan doen. En het niet meer een verplichting is, maar gewoon een kans om weer door te groeien en niet in een soort Nokia-achtig model terecht te komen als bedrijf, dat je uiteindelijk afscheid moet nemen of een Kodak en dat soort zaken meer. Allemaal hebben we er belang bij. Ja, en als we het borgen in een businessmodel, dan zit het in de economie versleuteld. Ik bedoel, dan benefiten mensen van de bepaalde. Dus is het dan opgelost, is de vraag. Nou ja, een model is te maken, maar het valideren, dat is natuurlijk 2. En of het dan succesvol is 3. En of je het kan repeteren, dat is nummertje 4. Ik denk in die keten zou je met elkaar echt moeten. Nou ja, dan moet je investeren. Punt. Investeer hier in tijd, geld. Maar, en ik denk dat als het gaat om normen stellen. Ik denk dat de mensen die nu in Glasgow bezig zijn. Die kunnen daar grootste stap in maken. En van een quasi verplichting, zeg maar. Naar echte regelgeving om stappen echt mogelijk te maken als we met elkaar, of men daar tot stand brengt, dat het ook een wereldwijde urgentie is. Daar ziet het wel naar uit. Dus daar kan je dan echt verschil mee maken, wat natuurlijk ook aangekondigd is, vanuit diverse landen en in de politiek. Ja, en Jan heeft hier ook even op gereageerd. Hij zegt dat het een hele belangrijke rol spelen, dus die businessmodellen hierin. Want, absoluut. Ja, ze moeten nog wel competitief worden met die lineaire modellen. Dat is wel nog wel wat er moet gebeuren. En het is gewoon zo. En overigens zegt hij natuurlijk, hij zegt ook, ja, die hoge grondstof- en materiaalprijzen die we nu hebben. Dat is prima. Hogere grondstof- en materiaalprijzen zouden wel een goede trigger kunnen zijn om door te pakken. Nu wordt het natuurlijk nog veel gesubsidieerd op grondstofstromen. En eigenlijk heel veel belast op arbeid. Als we dat nou eens omdraaien, dan gaan we veel meer arbeid toevoegen en veel minder grondstof. Wat betekent dat we veel meer natuurlijk dat je het repareert. Reparatie-economie. Ja, top. En hoe kijk jij daar tegenaan, Marijn? Businessmodellen? Volgens mij is het, staat buiten kijf dat ze gewoon, zeker vanuit hun huidige economisch systeem, de trigger moeten vormen om meer circulair te gaan doen. Maar dan kunnen we ook nog best wel eens kijken naar zeg maar, wat de incentives en de businessmodellen uit de huidige economie zijn. Je had zoiets over die milieukosten en milieukostenindicatoren. Als milieukosten in het huidige systeem nog steeds zo, zeg maar, niet betaald hoeven te worden. Precies. Ja, dan blijf je in een scheve situatie zitten natuurlijk. Ja. Dus daar kunnen denk ik ook op dat vlak wel stappen gezet worden. Zonder dat je meteen die hele transformatie hoeft af te wachten. Ja mooi gezegd. Ja. Ja. En Janneke, heb jij nou hier nog iets op toe te voegen? Nou, ik sluit me helemaal aan bij alle overwegingen. Wat ik denk nog wel mooi vind om te zeggen is dat, als ik ook zo beluister naar de verhalen van het urban minen. En er worden ook sowieso heel veel mooie banen gecreëerd. Dat hoor je al. Hè? Worden mensen aangetrokken om dat te coördineren. En ik denk dat het maakt uiteindelijk gebouwen meer levend. Er zit verhaal in. Hè? Want dat raam komt daar vandaan. En dat is en dat stuk hout dat is al zo oud. En, hè, dus, en mensen zijn. Er ontstaat purpose, niet alleen omdat je werkt aan dat grondstoffenvraagstuk in combinatie met die klimaatopgave, want dat gaat hand in hand, maar ook gewoon, een gebouw wordt gewoon meer levend. Het is niet meer... Er zit leven in. En dat is er denk ik zo te gek aan. Als ik ook Nico zo jou hoor van hoe je dingen probeert bij elkaar te brengen,
brengt letterlijk nieuwe mensen rondom een nieuw thema. Er is heel veel verbinding hoor ik eromheen. Ik vind het prachtig. Echt prachtig. Ja. Ja. Nou ja, het is niet alleen ik die dat vooral doet. Ik denk dat juist ook het besef er is gekomen van ja, dat de game changers zijn zeg maar, de komende jaren. En dat is natuurlijk in allerlei zaken, of het nou over energie, over het bouwen, vastgoed, infrastructuur. Daar gaat natuurlijk verandering plaatsvinden. En ja, hoe ga je daarmee om? Wacht je af of durf je zeg maar, daar ook een actieve rol in te vullen? Ik ben blij dat in ieder geval de hele directie natuurlijk ook binnen het hele Rijksvastgoedbedrijf van overtuigd is. Dan men dat wil. En dat is ook bij jou het geval dan in het bedrijf. Maar er zijn nog meerdere bedrijven waar dat natuurlijk speelt. En dan is het natuurlijk wenselijk dat die het verschil kunnen maken de komende tijd. En dan terug naar de businessmodellen. Ja, het moet wel betaalbaar blijven. Want hardlopers kunnen in dat geval doodlopers zijn. En dat is zo zonde als we daar een hoop partijen met goede wil verliezen. Dus ja. Het is zo belangrijk om met elkaar in die netwerken, zeg maar, ja, goed de juiste kennis bij elkaar te brengen in de komende periode. Ja, om ook daarna succesvol te kunnen opereren en doen en testen. En vooral durven. Ja, mooi gezegd hoor. En we zijn nu ook richting het einde van deze webinar gekomen. Ik heb ongelooflijk veel voorbij gekomen. Wat kunnen we allemaal met circulaire tijd? Wat houdt het in? Welke projecten zien we allemaal al? Wat gebeurt er in de praktijk? Maar ook waar lopen we tegenaan de obstakels op beschikbaarheid van grondstoffen? Dat niet in hetzelfde tijdsbestek is dat wanneer je het nodig hebt. Voor de eindgebruiker. Maar we zijn ook ingegaan op wat is nou nodig om op te schalen die ontwikkeling. Welke rol spelen businessmodellen? Nou, super tof allemaal. Laten we nog even afronden met allemaal nog één boodschap. Wat wil je de mensen die luisteren nou meegeven? Om echt aan de slag te gaan. Hè? Dus actiegericht, wat wil je ze meegeven? En Jan, dan zal ik ook jouw prachtige laatste statement ook zo nog even voorlezen. En met wie mag ik beginnen? Marijn. Niemand? Oh. is goed, meisje. Afsluitende statement of zoiets. Weet je, sta je niet blind en stuur niet alleen maar op dat ene cijfer. Weet je, het gaat niet alleen maar om CO2-reductie of noem maar het op. Kijk in de breedte en zoals Jan ook schrijft, enthousiasmeer de mensen om je heen en zorg dat dat gewoon zich uitbreekt. Want uiteindelijk het vertrouwen schenken en verantwoordelijkheid nemen in deze stap, die is wat je zelf gewoon kan doen. Dus begin daar. Ja, mooi, mooi. Janneke? Ja, ik denk in lijn met wat ik net zei. Het kan en het brengt ongelooflijk veel purpose en betrokkenheid onder elkaar als medewerkers, als bedrijf. Dus zou ik wel mee. Binnenuit ook veel innovatiekracht en creativiteit. Hè? Mensen zijn echt ergens aan het bijdragen. Iedere medewerker in zijn organisatie. Dat is wat jullie wel laten zien. Ja. En Nico? Ja, ik denk vooral een open mind, durven kijken naar de toekomst en vooral ook willen samenwerken zeg maar, met anderen, want alleen ga je het niet redden. En ik ben blij dat we daar een breed aantal collega's en besef hebben die dat ook in de volle breedte uitdragen. En dan kan je ook met elkaar daar goed over sparren en die juiste keuzes kunnen maken, want dat is wel belangrijk. Want er is veel meer een reactie op als de dingen misgaan. Kijk maar naar bijvoorbeeld zo in zo'n voetbalstadion als er wat kapot gaat. Dan dat je zeg maar credits krijgt voor wat je hebt gerealiseerd. Dat laatste hebben we nodig om verder te komen. Ja, mooi. Nou, en dan zegt Jan nog, wat mij betreft zegt hij, begin, test, ervaar, proef ondervindelijk. Ja. Zoek koplopers binnen je bedrijf. Maak het echt een strategische prioriteit. En spreek ook met al je stakeholders daarover. Hè? Dat iedereen ook met elkaar opgeleid is. Dat je die weg inslaat. Want dan kan er misschien ook wel eens even wat minder goed resultaat zijn. Maar dan werk je weer met elkaar daarop door natuurlijk. En hij zegt, doe en laat weten en laat zien dat je het omarmt. Laat ook zien hoe het economisch kan werken. En deel je ervaringen en inspireer. Nou, een prachtige boodschap. Ja. Hij is er niet bij, maar ik ben blij dat hij het heeft opgeschreven. Ja, geweldig. En dan is het ook meteen, kunnen we het ook meteen tastbaar maken. Echt super fijn. Ja, ik heb hier echt ontzettend van genoten. En misschien voordat Yvette zo afsluit, misschien goed om nog even mee te geven. Dat wij de maand afsluiting weer als vanouds doen met de Vastgoed Radio Show. De 26e, die staat ook helemaal in het teken van duurzaamheid en de circulaire economie.
Dus allen weer van harte uitgenodigd om in te loggen of aanwezig te zijn. Nou ja, dat mag dan misschien niet helemaal buiten vier. Maar in ieder geval om in te loggen, dat sowieso wel. Deze keer zal het onder bezielende leiding van Ron van Bloys gaan. Nou, hij heeft vandaag al laten zien in de chat hoe inspirerend hij je daarover kan vertellen. Dus echt super fijn. Voor mij betreft heel erg dank jullie wel. En ik leer hier iedere keer weer van. En word hier mogelijk nog bevlogener en gepassioneerder van om dit naar het volgende level te brengen met elkaar. Absoluut. Dus graag aan jou de afsluiting, Yvette. Nou, ik heb er weinig meer aan toe te voegen. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Janneke, Marijn, Nico en Jan, jullie waren fantastisch. Dank jullie wel. Dank je, Yvette. Graag gedaan. Dank je wel.